ben Hans Robrechts en in dit filmpje gaan we het samen bekijken hoe de onderhoud doen van een compressor ons meest waardevolle bezit. Het doel van het onderhoud is om het water dat zich ophoopt in de compressor te verwijderen. Het water kan zich bevinden in het drukvat of in de luchtdrukregelaar met waterafscheider. Deze twee zaken gaan we zeker moeten nakijken. In het drukvat wordt de samengeperste lucht opgeslagen. Deze lucht verlaat het vat dan via de luchtdrukregelaar die voorzien is van een vochtafscheider naar het uiteindelijke airbrushpistool. Voor we starten, altijd stekker uit het stopcontact. Zeer belangrijk, zodat er geen ongelukken gebeuren. Eerste stap, is er nog luchtdruk op het drukvat? Dat kunnen we nakijken door op de vochtafscheider onderaan het topje in te duwen. Hebben we lawaai en komt daar vocht uit, dan staat er nog druk op het drukvat. Dit kunnen we ook zien door naar de manometer te kijken. De wijzer moet op nul staan. Hoe kunnen we de lucht eraf laten? Er is ook een ventiel, als we daaraan trekken, gaat in één slag alle druk van het vat. Neem een doekje erbij, want er gaat toch heel veel lucht weg en mocht er vocht bij zitten, dat je niet vuil bent. We leggen de compressor nu op zijn zijde en dan zien we dat er onderaan een stopsel is. Een stop is die eigenlijk het drukvat toehoudt. Als we dit opendraaien, dan gaan we eigenlijk toegang krijgen tot de inhoud van het drukvat. Hier gaan we dan ook zien of dat er vuil water zich in bevindt. Steeds de stop goed netjes maken, want deze heeft een dichting. En het is belangrijk als we deze strak terugplaatsen, dat we geen verlies van lucht hebben. We plaatsen de compressor opnieuw horizontaal op de tafel. En we gaan een beetje bewegen, zodanig dat het overtollige vocht nu de compressor gaat verlaten. Het water heeft een roestkleur. Dit is volstrekt normaal, omdat de binnenzijde van het drukvat verroest is. Dit is geen enkel probleem, een normale toestand. We gaan de opening opnieuw netjes droog maken, zodanig dat de stop opnieuw teruggeplaatst kan worden en dat er geen verlies van lucht is. Daarom zie je ook dit kleine rubbertje dat er aanwezig is om dit te voorkomen. Dan gaan we de compressor terug stroom geven en kijken we of alles oké is met de luchtdruk. We gaan het luchtdrukventiel opnieuw blokkeren door eens een paar keer op te duwen en we kunnen terug herstarten. Even de stappen in een onderhoud toch herhalen. Vooreerst zie je dat de stekker steeds uit het stopcontact is. Als tweede gaan we de druk uit het drukvat laten. Er mag echt geen druk meer op zitten voordat je aan de plug begint te draaien onderaan. Verwijder het water uit het drukvat en eveneens uit de luchtdrukregelaar die met vochtafscheider voorzien is. Daarna draai je de plug onderaan opnieuw handvast. Gebruik geen tang of andere gereedschappen om dit vast te draaien. Dat is helemaal niet nodig. Daarna doe je de test door opnieuw de stekker in de stopcontact te steken en het drukvat vol met lucht te doen. Hoe dikwijls moet je nu zo'n onderhoud doen? Wel, dat is afhankelijk van je spuitritme. Hoeveel uren per week zal je spuiten? Hoe warm is de omgeving of hoe vochtig is de omgeving? Ga je de compressor verplaatsen? Ga je deze in de wagen meenemen? Ga je op locatie spuiten? Dat allemaal zorgt ervoor dat je in andere omgevingstemperaturen en andere vocht bent. Wat gaat ervoor zorgen dat er meer vocht misschien in je compressor komt? Een onderhoud duurt niet lang, dus doe het regelmatig. Als je regelmatig gebruiker bent van je compressor en van je airbrushpistool, raad ik u aan om elke maand toch een kleine onderhoudstaak te doen. En dan kan je jaren en jaren verder met dezelfde compressor. Succes alvast!